Dan zou ik graag naar het volgende onderdeel willen gaan en naar voren willen vragen Robin Fransman van de VVD, Bert Veensma van de PvdA, is ook raadslid heb ik begrepen, Emiel Alhuis van D66 en Brigitta Scheepsma van GroenLinks. Met wie mag ik... Brigitta, wil jij het spit afbijten? Ja? Ik denk dat het goed is als je in het midden geeft. Ja, ja, ja. Ik ga beginnen. Ja, ik werd gevraagd. Even een korte inleiding. Het is de bedoeling dat ieder ongeveer 5 minuten zal vertellen over jullie ideeën voor het basisinkomen binnen jullie partij. Ja? Ja. Goedemiddag. Ik ben gevraagd om voor GroenLinks te vertellen hoe het binnen GroenLinks met basisinkomen zo'n beetje zit. Allereerst wil ik zeggen van, ik hoorde net een heel mooi lied en dat ging over geld. En even een paar regels heb ik omcirkeld en daar staat, wat is nu echt van waarde op deze mooie aarde? Dat heb ik omcirkeld en ik schrijf een nieuw verhaal. Geef mij het allemaal, het geld. Ik schrijf een nieuw verhaal. En ik denk dat dat eigenlijk is waar het over gaat met basisinkomen. Je wil een nieuw verhaal schrijven. En het heet hier ook niet voor niks naar een toekomst zonder armoede. En dat is denk ik ook waar wij de verbinding moeten zoeken met ook alle andere partijen. Dat we dat echt goed voor ogen houden. Deze pakken? Oh, oké. Sorry. Ja. Ik ben Brigitte Scheepsma. Ik ben fractievoorzitter van GroenLinks in Tietjerkstradiel. En dat ligt in Friesland. Ja, even voor de duidelijkheid, want heel vaak dan hoor ik van, wat is dat nou? Een gemeente vlak tegen Leeuwarden aan. En het is daar heel goed vertoeven. Heel af en toe komt het in het nieuws. 4 jaar geleden was het glad en toen hoorde ik voor de radio Tietjerkstradiel. En dat was in het kader van dat de strooiauto's niet uitreden, want het was glad. Nou ja, zo ongeveer. Ja. Ik heb samen met andere GroenLinks'ers, ook veel GroenLinks'ers uit Friesland, heb ik op het congres van GroenLinks 3 keer een motie ingediend om basisinkomen hoog op de agenda te krijgen en ook in het verkiezingsprogramma. En de laatste motie in 2016 is met 47, nog wat procent, dus bijna de meerderheid. We gaan de goede kant uit. Toen is daar zo gestemd. Wat ik Rutge Bregman hoorde zeggen in het videocollege, en ik denk ook dat het zo is dat het ook een kwestie is van filosofie en van politiek. En vroeger waren dat maatjes, en dat zou het eigenlijk weer moeten worden, hè, want het gaat om mensbeeld en het gaat om echt een andere kijk op het huidige systeem en om echt een verandering. En als je heel veel aspecten hoort, en je kunt heel veel veranderen in het huidige systeem, maar het gaat erom dat je toewerkt naar een nieuw systeem. Hè? We maken een nieuw verhaal. Dat is eigenlijk wat je voor ogen wilt hebben. En ik heb heel veel gehoord over basisinkomen vandaag. Heel veel mooie dingen. Heel veel berekeningen. Hè? Dat geeft ook aan dat het houdt op heel veel terreinen mensen bezig. Maar er is één aspect wat ik toch nog wel even wil benadrukken. En dat is ook eigenlijk één van de 3 moties. En dat gaat over gelijkwaardige participatie. Over vrijwilligers, mantelzorg, over informele arbeid, al die werkzaamheden die onze betaalde economie dragen. He, want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Want dankzij dat zij zorgtaken doen, dankzij dat dat gebeurt, kunnen anderen betaald werk doen. En een van de grote motivaties, waardoor ik echt een groot voorstander ben van basisinkomen, is omdat ik denk dat als je basisinkomen in gaat voeren, dat je dan die arbeid ook zichtbaar maakt en ook gaat waarderen. Want sinds de participatiewet hebben er heel veel verschuivingen plaatsgevonden. Er zijn banen wegbezuinigd in de zorg. Dat werd geschoven op de informele arbeid. Die mensen moesten het maar op gaan pakken. Dus dan kom je in een situatie waarin je dus dezelfde dingen doet. Bij de een wordt het betaalde arbeid genoemd en bij de ander is het vrijwilligerswerk. De een krijgt dus geld en de ander krijgt dus niks. Sterker nog, er wordt tegen die mensen gezegd, je moet zien dat je ook betaald werk krijgt. Dus dat is een van de redenen waarom wij toen de motie gelijkwaardige participatie hebben ingebracht. Waarin dus ook wordt gepleit voor op een gelijkwaardige manier om te gaan met arbeid. En misschien ook wel een stevige heroriëntatie, zodat je anders gaat kijken naar werk. Want wat is nou eigenlijk werk? Is dat dan alleen werk waar je voor betaald wordt? Nou,
Dat even als kanttekening en ook als prikkeling misschien voor de discussie straks. Want wat je nu ziet is dat de discussie over de basisbanen weer terugkomt. He, een baan voor mensen die lastig aan betaald werk kunnen komen. In beginsel voor mensen met afstand, maar uiteindelijk voor iedereen. Omdat je recht hebt op betaald werk. Omdat betaald werk identiteit voor een groot deel bepaalt. En dat is op zich voor te stellen en ook goed dat er aan gedacht wordt. Maar het is wel in het oude systeem. En, wat zei je? Oh, is de tijd al om? Oh. Ik was nog maar net begonnen. Ik heb echt maar 5 minuten. Nou, dan ga ik even heel vlug nog even een paar dingen die ik wil zeggen. De geschiedenis van GroenLinks met basisinkomen. Al in 1981 schreef Bram van Ooyik, huidig Tweede Kamerlid en ook ex-fractievoorzitter van GroenLinks, die schreef het schrift van Veenbrand naar Gidsland. En dat ging over basisinkomen. En eigenlijk, ik lees even, dat wil ik jullie niet onthouden, de kopjes van de hoofdstukken voor die in dat boekje staan. En dat is niks nieuws. En daarmee wordt in dat hoofdstuk, ik ga heel kort door de bocht hoor, dat het eerste basisinkomen-experiment stamt uit 1792. Dus niks nieuws onder de zon. En wat we ook al hoorden in Amerika, heb je dat ook al allemaal al. Zowel links, rechts is het voorbij gekomen. Aan het werk geeft iedereen sociaal dividend, zeker weten. Dat is het derde hoofdstuk, een nieuw sociaal stelsel. Anders denken. Nou, dat is eigenlijk wat ik net in het begin ook al duidelijk maakte. We moeten echt een paradigma shift maken. Anders dingen gaan waarderen en anders naar werk gaan kijken. De rekening AUB. Nou, de financieringsvoorstellen hebben wij, mogelijkheden hebben wij vandaag wel gehoord. En dan stel je voor. Stel je voor dat het echt zo zou zijn. En dat we het echt anders gaan doen. Wat zou dat dan betekenen? Welke veranderingen zouden wij dan zien? He, en dus daar begint in 1981 Bram van Ooyik van de toenmalige PPR, later opgegaan in GroenLinks. In 1989, by the way, stond het al in het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Nou ja, dan ga ik maar naar het eind, want mijn tijd is op, zie ik aan jou. Het heeft daarna nog een paar keer in de verkiezingsprogramma's gestaan. En ik denk dat eigenlijk de woorden van over geld het wel zeggen. Hè? Geef mij het allemaal. We maken een nieuw verhaal met elkaar. Super mooi. Heel erg bedankt, Brigitta Scheepsma van GroenLinks. Zou ik me voor willen vragen? Ja, Bert Veenstra ben ik van Partij van de Arbeid. En ik heb ook de verbinding gezocht met andere partijen. En ook met de Vereniging voor het Basisinkomen om er echt mee aan de slag te gaan. En ik vind het geweldig hè, dat hier zoveel sprekers waren, maar ook zoveel toehoorders die er echt mee bezig zijn en die erover nadenken. Nou, ik heb iets voorbereid wat ik jullie wil vertellen en dat heet basiszekerheid. Op een bijeenkomst in Amersfoort, weer lang geleden, hoorde ik Sjir Hoeimakers van de vereniging spreken over de grote voordelen van het basisinkomen. En er kwam een vonk bij mij los toen ik dacht, dit zijn ook de waarden van Partij van de Arbeid. Bestaanszekerheid, goed werk, verheffing en ook binding. Maar de tijd, dacht ik ook, in dat jaar erna was nog niet rijp. He, want het idee van het basisinkomen werd door veel mensen als een utopie afgedaan. En dat was misschien ook wel logisch, want we waren nog bezig om uit een crisis te komen. Goed, we zijn uit de crisis gekomen. En op het PvdA-congres in 2018 werd een motie aangenomen van Hans Lindeijer met de prachtige mooie titel Red de Partij van de Arbeid en kies voor een basisinkomen. Nou, die motie die werd aangenomen en men was kennelijk geraakt door de titel, maar men was ook bij Partij van de Arbeid op zoek naar wat nieuws. Toen ik Hans bij een volgende gelegenheid tegenkwam, toen keek hij nog niet erg gelukkig, want het partijbestuur deed nog niet heel veel met die motie. Maar goed, we gingen met een groepje mensen aan de slag. En we gingen in gesprek met het bestuur. En het resultaat is nu dat er een projectgroep is. Met Eerste Kamerleden, Tweede Kamerleden, de Wiardi Beckman Stichting. De jonge socialisten, sommige ex-wethouders uit den landen die ervaring hebben in het sociaal domein. En we hebben een denktank gevormd en we gaan met de instituten. Nou, dat is vandaag ook wel in beeld gekomen. Gaan we aan de slag
om echt als Partij van de Arbeid daarmee over het basisinkomen na te denken en te kijken. Hoe komt dat dan in het verkiezingsprogramma terecht? Nou, de insteek die we hebben gekozen is basiszekerheid in de ruimste zin van het woord. Want er zijn vele gedaanten van een basisinkomen. Je kan spreken over basisbaan of burgerbaan. De negatieve inkomstenbelasting, dat heeft professor Keller uitgelegd, is ook een heel mooi systeem om mee te beginnen. En als je naar combinaties gaat zoeken, en ik denk dat zei professor Keller ook, dat is de keuze aan de politiek, zeg maar, om de verschillende dingen in te vullen. Dan moet er uiteindelijk iets goeds uitkomen. We hebben het Borslab-rapport nu. We hebben de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ook een mooi rapport gemaakt over de basisbaan. En we hebben ook nog het IBO-onderzoek van de departementen om de toeslagen ook echt op te heffen. Vanuit de politiek gestuurd, onderzoek dat, want we denken ook dat dit gewoon niet langer kan. En let wel, 27% van mensen in Nederland die is op een of andere manier onvoldoende of niet in staat van 50 verschillende inkomensregelingen gebruik te maken. Het zou mij niet verbazen als die 27% ook die totale groep mensen is en die in armoede leeft. Nou, en in mijn idee is dat in dit land gewoon helemaal niet nodig. We zijn heel erg rijk, we weten dat alles kan. Dus dan kunnen we ook proberen om die onderkant eigenlijk te verheffen. En met nieuw vereenvoudigd instrumentarium kan een einde worden gemaakt aan de armoede waarin meer dan 1 miljoen mensen in ons land leven. En ter illustratie daarvoor wil ik enkele stellingen nog meegeven die we zometeen misschien in de discussie kunnen gebruiken. Ons stelsel van sociale zekerheid is vastgelopen in complexiteit. En dat hebben we vanmiddag hier gewoon ook kunnen zien. Pleisters plakken, kleine aanpassingen van het bestaande, dat gaat ons niet meer helpen. Discussie ook in bestaande verhoudingen, door met dezelfde club mensen over dezelfde dingen na te denken, dat gaat ook niet echt iets oplossen. Er moet gewoon iets radicaal veranderen. En nieuwe verhoudingen, zoals we hier vandaag bij elkaar zijn, die kunnen georganiseerd en ook gemobiliseerd worden door middel van een ramp. En wij vinden, we spreken het hier hardop in een stelling uit, in de toestand met die kinderopvangtoeslagen die we nu eigenlijk gewoon net achter de rug hebben, dat is eigenlijk zo'n ramp. Het is niet dat we nog zitten wachten tot het misgaat, het is eigenlijk al misgegaan. Dus er moet echt iets anders komen. Nou ja, in ideologische zin vanuit Partij van de Arbeid, ik had het al even over die waarden. We zijn met elkaar een solidaire samenleving willen we zijn. We willen een rechtvaardige samenleving zijn. We willen ook een wederkerige samenleving zijn. Dat wil zeggen dat we elkaar moeten helpen. We zijn samen verantwoordelijk voor een samenleving waarin iedereen meedoet en waarin iedereen gelijke kansen heeft, waar je wieg ook heeft gestaan. Mensen hebben allemaal recht op een fatsoenlijk bestaan. Er hoort goed werk en een bestaanszeker inkomen bij. Niet voor niets streefden wij in het verleden naar een eerlijke spreiding van kennis, inkomen en macht. En het was in de tijd van Drees en het was in de tijd van Den Uyl. En ik zeg dan, zoals de ouden zongen, zo zingen de jongen. En dat speelt echt in deze tijd. En wij progressieve mensen vinden ook dat als je leeft, dan heb je recht op een volwaardig bestaan als mens. Met scholing, met opleiding, met zorg en met middelen van bestaan. Dat hebben we net in het debat goed kunnen horen en daar ben ik het hardgrondig mee eens. Kapitalisme heeft ons ook wel veel gebracht, maar is ook onverzadigbaar. En het veroorzaakt ongelijkheid en het bedreigt ook nog eens het milieu. De crisis die zijn we te boven gekomen, maar wellicht dreigt er wel weer een nieuwe. De rente die staat kunstmatig laag en de ongelijkheid die neemt eigenlijk toe in plaats van dat die afneemt. 5 miljoen mensen die zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van die toeslagen en die fiscale kortingen. 5 miljoen mensen. Op die manier is er sprake van een armoedeval. En werken loont dus niet. En ik denk dat, en dat vind ik dan mooi, dat we met verschillende politieke partijen bijeen zijn. Ik denk dat die het er ook allemaal wel over eens zijn dat wij vinden, met z'n allen, dat werken juist wel zou moeten lonen.
Bert, ik zou je willen vragen om naar een afronding te gaan. Ja. Ga ik nog even een paar dingen uitpikken. Margaret Thatcher, die zei, a rising tide lifts all boats. Reagan, die deed er nog een stapje bovenop en die zei, we hebben een trickle-down economie. Automatisering en robots, die brengen vooruitgang, dat is prachtig, maar voeden ook ongelijkheid en stoten eenvoudige arbeid uit. Dus we moeten echt op zoek naar iets nieuws. Ongelijkheid in inkomen en vermogen, ik zei het al. En we moeten ons ook realiseren dat we ons niet moeten laten leiden door populistisch conservatisme. Ik denk dat dat averechts werkt. Zeker, daar gaat het zeker over. Ik neem u nog even mee naar de grondwet. En in onze grondwet artikel 20 staat dat wij gewoon voor onze mensen moeten zorgen. Excuus, is dit de afronding? Ik ben bijna klaar. Oké. Ja. En ik denk dat we dat gewoon nu te weinig doen. We hebben gewoon 1 miljoen mensen die in armoede leven. Laat ik afsluiten. Basiszekerheid, een basisbaan, een burgerbaan, negatieve inkomstenbelasting of basiszekerheidsinkomen, zoals nu in het mooie rapport van Borslap is gepresenteerd. Dat is mij eigenlijk om het even. Ik heb veel liever dat we de problemen die eronder liggen oplossen. En dat hoeft niet per se een basisinkomen te zijn, maar het kan ook een combinatie van zijn. Ik zei dat al eventjes. En ik sluit af waar we mee begonnen vandaag met Rutger Bregman. Hij heeft ooit in Davos geroepen van Texas, Texas, Texas. En de rest is eigenlijk bullshit. Hij zegt het gaat echt om ook belastingen. Nou, dat is vandaag hier ook goed met die sheets aangetoond. En ik vind, laten we ons met deze eenvoudige en inspirerende boodschap, laten we ons die met z'n allen aantrekken. Dank u wel. Bedankt. Bert Veensma van de PvdA. En dan zou ik graag Robin Fransman van de VVD. Hartelijk applaus, alsjeblieft. Dank jullie wel, jongens. Ik ga kijken. Het basisinkomen is onvermijdelijk. Het gaat gewoon komen. Weet je, het kan wat sneller gaan, het kan wat langzamer gaan, maar het gaat gewoon komen. Dus wat dat betreft maak ik me helemaal geen zorgen. Maar ik wil wel eventjes, en ik ga ook niet vertellen hoe het bij de VVD zit. Want hoe het bij de VVD zit, dat doet er niet zoveel toe. Wat de Vereniging Basisinkomen zich volgens mij moet afvragen is, hoe komen we nou naar een politiek die daadwerkelijk hierover kan besluiten? Want er zijn allerlei dingen waar we al 20 jaar over ouwehoeren en waar we maar niet op besluiten komen. Dus hoe kunnen we daar nou komen? En dan is het van belang om te realiseren dat het basisinkomen is helemaal geen doel. Het is een middel. En er zitten hier allemaal mensen in de zaal en die zeggen basisinkomen is goed tegen de armoede. Goed om de inkomensongelijkheid op te heffen. Goed voor het milieu. Nou, ik zal u vertellen, als het basisinkomen het middel is om ongelijkheid te bestrijden of armoede te bestrijden, dan gaat het basisinkomen er niet komen. Want dan gaat de VVD niet in mee. Nee. Nee. Kijk, als je de armoede wil bestrijden, waarom zou je dat met een basisinkomen doen? Je kan ook de uitkeringen verhogen of de AOW verhogen. Kan toch? Als je de ongelijkheid wil bestrijden, verhoog gewoon die belasting op hoge inkomens en op kapitaal. Waar heb je basisinkomen voor nodig? Dus daar moet je eerst over nadenken. Wat voor soort basisinkomen hoort bij wat voor soort doelstelling, waar een heleboel mensen in Nederland, en dan heb ik het echt over 60-70% van Nederland, achter kan staan. Want er komt geen, ik zou vertellen, SP is al tegen het basisinkomen, dus wat heb je dan nog over? Partij van de Arbeid en GroenLinks, dat is zo een beetje van Nederland. Dus we hebben een brede coalitie nodig. Een brede coalitie van GroenLinks en van D66 en van Partij van de Arbeid en CDA en VVD. En als dat er niet komt, dan komt het basisinkomen er dus niet. Dus op het moment dat je met basisinkomen varianten komt, die heel veel herverdelen, kansloos.
Als u komt met basisinkomens, met de inkomenseffecten zoals we die hebben gezien van de meneer van het CBS, kansloos. Gezinnen met kinderen min 2%, kansloos. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus ik denk, hè, want het is allemaal preken voor eigen parochie en er is hier 70 keer vandaag uitgelegd hoe goed het basisinkomen is en hoeveel dat er allemaal varianten zijn, et cetera, dat weten we allemaal al. De volgende fase voor deze vereniging, in mijn ogen, is hoe kom ik tot die brede coalitie? En dat betekent ook nadenken over welke doelstelling wil ik eigenlijk bereiken met het basisinkomen? En kunnen we het daar hier over eens worden? Want als het alleen maar is armoede bestrijden, ongelijkheid bestrijden, dan gaat het gewoon niet lukken. Het is tijd om naar de volgende fase te gaan. Denk na over dat die eindstip basisinkomen echt in de wet. Het kan, de tijd is nu rijp. Wat dat betreft is de toeslagenaffaire natuurlijk een zegen. Het zou in de volgende kabinetsperiode zomaar kunnen gebeuren. Maar dan moet je nu goed handelen. Dus ik zou zeggen, Alexander, start met die volgende fase. Dank u wel. Robin Fransman van de VVD. Dan ben ik wel heel nieuwsgierig, Robin, met welke doelstelling, maar misschien kunnen we daar in de borrel even over hebben, met welke doelstelling het bij de VVD wel zou lukken. Maar daar gaan we straks hopelijk meer over horen. Ik wil graag Emiel Alhuis vragen. Oké, maar ik wil daar antwoord op geven. Kijk, dat zijn twee dingen die al meerdere keren vandaag zijn genoemd. Het eerste is menselijke waardigheid herstellen. Menselijke waardigheid herstellen. Daar kun je bij de VVD mee aankomen. Het tweede wat je kan doen is die hele hoge marginale lastendruk, die is onrechtvaardig, vinden we bij de VVD ook. En het derde is natuurlijk het ontmoedigen van arbeid dat in het huidige systeem is ingebed. Met die drie dingen krijg je de VVD mee. Bedankt. Emiel Alhuis van D66, graag aan het woord. Applaus alsjeblieft. Ja. Goedemiddag. Nou, dat is wel leuk te horen hoe de VVD ervoor staat. Ik heb toch het idee dat we bij D66 toch al wat anders in staan. Over één ding zijn we het helemaal eens. En dat is namelijk dat het onvermijdelijk is. Het basisinkomen, dat gaat er komen. En ik word steeds meer geïnspireerd ook door dit soort bijeenkomsten. Even wie ik ben, Emiel Alhuis, lid van D66. En binnen D66 heb ik het initiatief genomen om een soort beweging te starten. En die beweging heet Deel de Welvaart. Het gaat veel breder dan het basisinkomen is een oplossing, maar het gaat om deel de welvaart. En het is heel simpel, ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Bijna 1 miljoen mensen die in armoede leven in Nederland. De reële lonen stijgen al 40 jaar niet meer. De armoedeval waar we alles over gehoord hebben. Het zijn volstrekt ontoelaatbare toekomst. In onze groep zitten een aantal mensen die ook in de armoedezorg werken. We hebben zo'n 25 D66 die zich nu verenigd hebben. En iedere dag sluiten zich nog nieuwe mensen bij ons aan. Er zijn een aantal mensen die werken in de armoedezorg. En de schrijnende verhalen die we steeds horen, ja, dat doet mij pijn en ons allemaal. En dat moet gewoon opgelost worden. Zo snel mogelijk. Nu, het goede nieuws is dat de tijd er rijp voor is. Dat is absoluut. Hè. De hele toeslagentoestand met de kinderopvang heeft een enorme boost gegeven. Binnen D66, we zijn ook al heel lang daarbinnen bezig en er was best wel veel weerstand. En die weerstand zit bij niet de minste, hè, een Wouter Koolmees, om maar eens iemand te noemen, die heeft zich ook er altijd voor tegen uitgesproken. Maar ook het belangrijkste Kamerlid wat zich hiermee bezighoudt, Steven Wijnberg. Nou, we zagen die veranderingen, we hebben veel contact gehad met de Vereniging Basisinkomen, ook geholpen hè, met allerlei informatie en dergelijke. We hebben ervoor gezorgd dat in ons congres van november, dat er 2 moties zijn aangenomen. En die hebben we zo geformuleerd dat die net wat verder gingen dan voorgaande moties in voorgaande jaren. We hebben daarin gevraagd om onderzoek te laten doen naar het Centraal Planbureau en het Sociaal-Cultureel Planbureau. Om nog eens door te rekenen het Nibud-plan, dat is het is uitgerekend, dat is eigenlijk op basis van de uitgangspunten van Harro Boven, die jullie eerder hebben gezien, overigens een van de leden van onze werkgroep.
Maar ook het plan van Wouter Keller. Dat hebben we aan onze Kamerfractie gevraagd. Leg dat nou bij het Centraal Planbureau en het Sociaal-Cultureel Planbureau neer. Nou, Forum voor Democratie had dat ook al gedaan. Die heeft alleen het plan van Wouter Keller genomen. Maar wij vonden het van belang om met name het Sociaal-Cultureel Planbureau ook mee te nemen. Want er zitten heel veel aspecten die het Centraal Planbureau niet kan meenemen en het Sociaal-Cultureel Planbureau wel. De belangrijkste ervan, er zijn er vele, maar de belangrijkste ervan is de arbeidsparticipatie. In een eerdere studie heeft het Centraal Planbureau uitgerekend dat die 5% naar beneden gaat. En dat is een reden voor de tegenstanders bij onze partij ook om te zeggen van ja, het is onbetaalbaar, want dan gaat de arbeidsparticipatie naar beneden. De inkomsten uit belastingen gaan naar beneden, dus dan wordt het nog meer onbetaalbaar dan het al was. Nou, wij hebben ons heel erg gefocust op al die punten waar, om wat voor redenen zijn mensen hier nou tegen. Die hebben wij onlangs nog besproken met ons Kamerlid Stefan Weijenberg. En tot eerlijk gezegd mijn verbazing ook. Hij was aardig aan het omgaan. Sterker nog, we hebben hem zo ver gekregen dat hij vorige week, net afgelopen week, dat hij een brief heeft geschreven aan het Centraal Planbureau en het Sociaal Cultureel Planbureau om in samenwerking met elkaar die zaken door te gaan rekenen. Dus dat plan ligt er nu. Sterker nog, ik heb al contact gehad met beide bureaus. In mei, juni komt er een uitgebreide studie naar het basisinkomen waarbij al die aspecten, dus niet alleen de financiële-economische, maar ook die sociale aspecten worden meegenomen. Nou, we hebben daar echt druk op gezet, want we willen het voor de zomer klaar hebben. Want dit is de periode dat de verkiezingsprogramma's geschreven gaan worden. En we hebben dadelijk discussies over, moeten we nog een extra push geven of niet. Wij willen in het verkiezingsprogramma, waarvan het concept in september klaar is en wat in november geaccordeerd wordt door ons congres, willen wij gewoon erin hebben staan dat wij een basisinkomen willen. En de exacte vorm zal misschien nog niet helemaal duidelijk zijn, hè, want ik heb wel aanmerkingen op de uitgangspunten van Wouter Keller. Want wat mij betreft mag de hoogste inkomens, die mogen best naar 60% en dergelijke. En ik wil ook een ruimer basisinkomen. Het moet zo zijn, en dat is trouwens door Nieuwet wel uitgerekend, onder 2x modaal mag niemand erop achteruit gaan. Als we zo'n soort basisinkomen voor elkaar krijgen en wij denken dat dat kan, en dat is dus wat doorgerekend gaat worden, als dat kan, dan denk ik dat wij Nederland kunnen overtuigen van en de politieke partijen dat we het echt moeten gaan doen. Nou, ik vind het ook heel erg belangrijk dat we nu met deze vier partijen bij elkaar zitten. Het zijn alle vier partijen die mogelijk in de regering komen, hè, als de VVD het ons toestaat. Maar hoe dan ook, wij moeten zorgen dat we een coalitie smeden die in de regering komt en die dit gewoon in het komende regeerakkoord gaat zetten. Kijk, het zal niet in 4 jaar opgelost worden. Het is een enorm ingewikkelde stelselwijziging. Maar de basis moet gelegd worden in de komende regeerperiode van 4 jaar. En binnen 8 jaar moet het er gewoon zijn. Dat is een hele mooie afsluiting. Bedankt Emiel Alhuis van D66. Hallo, mijn naam is Matthijs Pontier. Ik ben van de Piratenpartij en het basisinkomen staat bij ons al 5 jaar in verkiezingsprogramma's. En ik heb een stuk gepubliceerd over het basisinkomen. Dat heet Vrij van armoede, bureaucratie en controledrift. En ik had eigenlijk van Robbie Fransman verwacht dat minder bureaucratie en controledrift ook wel zou aanspreken bij de VVD. Omdat het zorgt voor een kleinere overheid. Is die inschatting juist of is dat momenteel niet zo bij de VVD? Het is een goede vraag. Dat speelt natuurlijk bij de VVD. Ik moet wel zeggen dat die controledrift is volgens mij onderdeel van menselijke waardigheid. Hè. Er zijn gewoon 2 soorten burgers in Nederland. Zij die heel veel gecontroleerd worden en zij die weinig gecontroleerd worden. Nou, onacceptabel. Dus dat zit daarin. Minder bureaucratie is uiteraard wel een aspect. Maar op zich, als je kijkt naar de kosten van wat bijvoorbeeld de toeslagencircus bijvoorbeeld kost, dan valt dat nog mee. Je kunt niet echt miljarden besparen door naar een basisinkomen te gaan. Dat valt nog best wel tegen. Ik bedoel, het is geld, maar het is niet heel serieus geld. Dus ja, het speelt mee bij de VVD. Ja, ik ben Lisette van de Oorschot en ik had een vraag over basisinkomen. Als dat eenmaal ingevoerd is, dat stimuleert werken. En wordt ook mensen gemotiveerd meer te gaan werken. Is er ook rekening gehouden met werkgelegenheid? Dit is natuurlijk een heel typisch punt. Wat natuurlijk met name, denk ik, aan de rechterzijde speelt. De angst
voor een lagere arbeidsparticipatie. En ook wel, en dat er dan minder mensen werken. En als er minder mensen werken, zijn er minder belastinginkomsten. En dan moeten er tarieven omhoog. En dan hebben we minder geld voor de zorg. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus dat is echt een reële angst. En ook in het model wat we vandaag hebben gezien, zien we 10 miljard aan kosten. Omdat mensen minder gestimuleerd worden om te werken. Maar dit is dus precies waar het om gaat als je zegt van welk doel wil ik nou eigenlijk bereiken met het basisinkomen? Want als het doel, nee maar dat is echt serieus en dat bedoel ik ook niet als grapje. Dit. Als je zegt ik wil naar een harmonieuze samenleving toe waarbij er meer in het publieke domein aan waarde is dan alleen maar betaald werk. Stel dat je dat vindt. En dat is volkomen valide, dan krijg je natuurlijk een heel ander soort basisinkomen dan als je zegt, ik wil van het controleapparaat af. Dat is een ander soort basisinkomen. Dus we moeten het eerst eens worden over de doelen. En dan, als ik het doel, want vertel mij je doel en ik heb er zo een basisinkomen variant bij. Dus vertel mij eerst je doelen. Helder, ja. En dan kunnen we het hebben over basisinkomen. Ik zou graag Brigitta daar even op willen laten reageren. Ja, allereerst, angst is altijd een slechte raadgever, hè? Angst. Is een slechte raadgever. Dat mensen minder gaan werken, die angst. Wat ik net ook alleen even probeerde aan te stippen, is dat met een basisinkomen het allemaal wel eens heel anders kan worden. En dat houden we een beetje. We blijven denken in de oude systemen van betaald werk en onbetaald werk. Maar ik denk dat allereerst ook heel hard nodig is tegenwoordig ook, nu we zo zitten te schuiven van betaald werk naar onbetaald en weer terug creëren naar weer betaald enzovoort enzovoort en mensen daar maar heen en weer laten schuiven, dat we allereerst eens met elkaar moeten gaan definiëren wat verstaan we onder werk. Want arbeid, bullshit, banen, we hebben het allemaal gehoord. Daar valt heel veel over te zeggen. En het mooie juist is van een basisinkomen, denk ik, en dat zullen jullie met me eens zijn, dat we kunnen nog niet helemaal precies zeggen. En dat zal misschien met vallen en opstaan zijn, maar we kunnen leren en we kunnen groeien naar een nieuwe sociale structuur waarin we arbeid, alles wat mensen doen, waarderen, gelijkwaardig. Want het is niet eerlijk als de ene persoon bijvoorbeeld zorgarbeid doet en die krijgt ervoor betaald. En de ander niet. Terwijl je precies hetzelfde doet. Dus ik denk dat basisinkomen daar wel eens een instrument kan zijn. Wat dat heel anders kan gaan. In een ander licht kan gaan zitten. Heel kort graag. Heel kort. Over die, heel kort. Over die angst hè, wil ik ook wel iets zeggen. Er zijn heel veel mensen die dit bestudeerd hebben. En er zijn zelfs mensen die zeggen dat de economie gaat groeien. En we zullen wel een dipje hebben. Maar het goede nieuws is, precies die mensen die het meest kwetsbaar zijn, die kunnen iets minder gaan werken. En dus arbeid gaat lonen. En wat nog wel mooi is, dwars door de partijen heen, is het begrip vrijheid. Met een basisinkomen kun je ook mensen die vrijwilligerswerk doen, mensen die mantelzorg doen, schijnen er toch 2 miljoen te zijn in dit land. Die kunnen we ook gewoon tegemoetkomen. En dan heb je veel meer regie over je eigen leven. En ik denk dat ook alle partijen hè, die hier vandaag bijeen zijn, die dat willen. En iemand in mijn club die zei van, hè, over mantelzorg en vrijwilligerswerk en over basisinkomen, van als wij moeten werken voor ons geld, dan moeten we ook betaald worden voor ons werk. Dank u. Nou, ik denk dat dit hier allemaal wel over eens zijn. Nog één aspect wat ik zou willen toevoegen. Ik denk dat het ook, en dat is ook iets wat binnen onze partij wel aanspreekt, ik denk dat het de economie zal stimuleren. Ook omdat de ondernemingszin daardoor gaat toenemen. Het maakt toch wel wat uit. Als je een eigen onderneming wil beginnen, dan loop je een bepaald risico. En als jij weet dat als het misgaat, dan heb ik altijd nog dat basisinkomen waar ik van kan leven. Dat maakt het wel wat makkelijker. En dan nog een hele belangrijke. We hebben het uitgebreid over de tekorten aan mensen in de zorg en in het onderwijs. En een van de redenen is natuurlijk, er zijn heel veel mensen in de zorg die part-time werken, die best wel meer willen werken. Maar ja, dat hebben we eerder gezien, die armoedeval, meer werken, dat levert helemaal niks op.
Het basisinkomen lost dat in één keer op. Dus je krijgt waarschijnlijk heel veel mensen die juist extra gaan werken. Die nou parttime werken en die extra gaan werken. En ik denk dat het ruimschoots opweegt tegen die mensen die stoppen met werken omdat hun partner al genoeg verdient en met dit extraatje kunnen stoppen. Maar nogmaals, dit zijn gewoon beredeneringen. Ik kan het niet bewijzen. En dat is de reden waarom we nou gezegd hebben, Sociaal Cultureel Planbureau. En wij gaan ze de komende weken echt op wijzen. Dit moeten jullie onderzoeken. Wat gaat er gebeuren met de arbeidsparticipatie? Want dat is het grote punt. Robin noemt het nu net ook weer. Waarom een VVD of meer de klassieke liberalen zeg maar, er tegen zijn. Dat moeten we aanpakken. Bedankt, Emiel. Een basisbaan. Wat wil dat nou weer zeggen? Een basisbaan. Nou, waar Partij van de Arbeid staat, dat is echt wel een lastig verhaal, omdat het over arbeid gaat. He, dus het is gewoon moeilijk om zo ver voor de verkiezingen hier echt een heel stevig standpunt over in te nemen. Maar natuurlijk, daarvoor heb ik ook die projectgroep niet voor niks opgericht. Mag ik wat stilte in de zaal, alsjeblieft? Gaan we het onderzoeken. In het slot van jouw vraag, wat zat daar ook maar weer in besloten? Basisbank had mevrouw het ja, over. Kijk, het mooie is dat zowel in het rapport van Borstlab, wat echt over werksystemen gaat en over contracten, die ook heel veel ellende teweeg hebben gebracht. Nulurencontracten bijvoorbeeld. Die gaan van tafel. Althans, als je het rapport Borstlab uitvoert. In het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid staat de basisbaan. Die is veel krachtiger door Partij van de Arbeid omarmd. Maar ik voeg daar zelf in één adem aan toe. Hè, en daarvoor gaan we ook binnen Partij van de Arbeid echt ermee aan de slag. Met de wetenschappelijke instituten en iedereen die ons wil helpen. Van in mijn beleving gaat een basisbaan gaat niet zonder een basisinkomen. Want wat heb je aan een basisbaan als je dan nog geen bestaanszekerheid hebt? Dank u wel. We gaan naar de afsluiting voordat we... Voordat we dit beëindigen zou ik nog even Michiel van Hasselt naar voren willen roepen. Hij is socioloog en hij heeft een boek geschreven over de betaalbaarheid van het basisinkomen. En nu heeft hij een tweede boek geschreven over, nou ja, hij noemt het burgerinkomen. En aangezien er vandaag zoveel besproken is, is het misschien wel fijn om de kerk hier te verlaten met nog wat informatiemateriaal waar u nog mee de verdieping in kunt. Dus Michiel, graag één minuutje kort. Ja. Dankjewel. Ik wou in de eerste plaats eigenlijk jullie, de organisatie, bedanken voor deze geweldige middag. Dus Ik was 20 jaar geleden voorzitter van de Vereniging Basisinkomen. En dat was een heel klein clubje van een paar mensen in Nederland die dachten dat basisinkomen een goed idee was. En de rest van Nederland vond dat ze idioot waren. Maar nu is er een hele andere situatie en die is prachtig gemanifesteerd in deze middag. Daar wil ik dus de organisatie zeer voor bedanken. Ik wou hartelijk applaus ook nogmaals. Ik wou inderdaad nog even melden, ik heb de laatste jaren niet zozeer in de Vereniging Basisinkomen, maar meer in de FNV met het onderwerp basisinkomen bezig gehouden. En daar merk je dus dat het inderdaad een groot onderwerp is. Dus dat blijkt ook uit al die ingewikkelde verhalen die hier gepasseerd zijn. En dat is ook wat Bregman zei, van het is een groot onderwerp dat de maatschappij kan veranderen. Ja, als je dat dus goed wil bespreken, dan heb je ook een grote hoeveelheid tekst en tijd nodig. Dus ik heb er een heel boek geschreven, wat nu al 150 bladzijden is en nog niet af. Het is wel gericht op Nederland, op de Nederlandse politiek. En wat dat betreft wil ik eigenlijk nog niet wachten tot het conceptboek al af is en in een drukvorm verschenen is. En dat is waarschijnlijk pas in augustus. Ik ga het nu toezenden aan politieke partijen in de hoop dat ze daar hun voordeel mee doen bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma's. Is de VVD al weg? Jammer. En ik wil voor jullie, als je er belangstelling voor hebt, wil ik je ook per mail de voorlopige tekst, want het is echt maar voorlopig en het is niet af, maar misschien vind je het toch interessant. Ik noem het nu niet basisinkomen, maar burgerinkomen. En daardoor kan het niet zo gauw verward worden met allerlei andere systemen die we hier uitgebreid gehoord hebben.
En ik hoop dat het ook de discussie over het basisinkomen in Nederland een stuk verder helpt. Laten we vooral hierover verder praten en laat het zich ontwikkelen. Dank u wel en bedankt aan de organisatie.